Dames en heren, volgt u mij mee naar het terrein van Festival Royaal. Het is zojuist vernomen dat er heel veel festiviteit aanwezig is. En we gaan even kijken wat er gaande is, want wij zijn heel benieuwd. Veel auto's, veel entourage. Verwachting dat er een hoge aankomst is van mensen. We gaan zien hoe het eruit komt. Loopt u mee, joh, loopt u mee. Waar is alles? Hoort hier alles te zijn, maar waar is alles? Dames en heren, er is niks aanwezig op het festival. We weten niet wat we moeten. Waar is alles? Hier zou het festival moeten zijn. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Dit is toch geen festival? Kom op, zeg, mensen. We weten niet wat we moeten doen. Ik hoor zojuist. Online? Hoezo online? We zouden toch op het terrein zijn? Ik ben hier nou met de reporter en alles. Ik heb zojuist vernomen, via mijn oortje, dat het Festival Royaal online is. Welkom op de zaterdagavond van Jan de Rooy. Dit jaar dus geen festival op het terrein, maar wel een goed gevulde zaterdagavond speciaal voor jullie door alle kinderen en leiding van Scouting Jan de Rooy. Zo hebben de bevers heel veel praatjes, gaan de meisjeswelpen de prachtige cupcake creaties maken en hebben de welpen een Olympische sport uitgevonden. De verkenners die zijn wakker geworden in een hele waanzinnige droom. De gidsen hebben een verrader in het midden en de explo's kruipen in de huid van Rambo. Of James Bond of Bruce Lee. Nou, al met al. Eén ding is zeker, dit wil je niet missen. En dan is het nu tijd om eens even te gaan kijken wat er allemaal in de tas zit. We hebben allemaal een tas gekregen en die mocht om 7 uur open. En het is 7 uur geweest. Dus als je hem nog niet open hebt gemaakt, ga maar eens snel kijken. Want wat is een zaterdagavond van Jan de Rooy zonder allemaal lekkere dingen? Maar dat is niet het enige. Er zit namelijk ook een bingokaart in de tas. Inderdaad. Tijdens de programma's, de reclames, zullen er allemaal icoontjes tevoorschijn komen. Staat deze op jouw bingokaart, streep hem dan af. En heb je dan een rijtje vol, horizontaal, verticaal of diagonaal, roep dan heel hard bingo. Heb je twee rijtjes vol, dan heb je gewoon een dubbele bingo. Dus, heb je één of twee rijtjes vol, of misschien wel de hele kaart, roep dan zo hard als je kan bingo. Maak daar een foto van, een video, terwijl je voor de tv zit en mail deze naar jouw leiding. Dan laat ik jullie niet langer meer in spanning. En dan is het de hoogste tijd voor de zaterdagavond van Jan de Rooy. Veel plezier. Ik heb allemaal vragen aan jullie stellen. Ja. En wij zijn heel benieuwd. Zodat de papa's en mama's jullie ook een beetje beter leren kennen, hè? Ja. Snap je? Slapen, maar dat ik een beetje honger had in mijn buik. Dat kennen jullie vast ook, dat als je dan in bed ligt en je hebt honger, dan wil je gewoon iets eten, toch? Ja. Nou, toen ben ik naar beneden gegaan, toen heb ik een chocolaatje gepakt en die heb ik in mijn bed opgegeten. Zonder dat iemand dat wist. Dat is stiekem. Hebben jullie dat ook wel eens gedaan, zoiets? Nee. Ja, ik heb afval op de straat gegooid. Oh, heb je afval op de straat gegooid? Ja, maar Sam, dat mag toch niet? Je zit toch ook bij de scouting om goed voor de natuur te zorgen, dan kan je afval op straat gooien. En jij, Hugo, heb jij wel eens iets gedaan wat niet mag? Ja. Wat dan? Ik had een keer stiekem een koekje op. Echt? Ja. Heb je die stiekem gestolen? Ja. Oh?
En toen, waar heb je die toen opgegeten? Op de bank. Zonder dat papa of mama het zag? Ja. Oh, dat is wel heel knap. Waren ze wel thuis toen? Ja. Oh, nou dan ben je wel een goede stiekem koekjes eten. Maar toen iedereen nog op bed lag, toen ging ik stiekem naar beneden en toen pak ik stiekem 4 snoepjes. Oh, 4 snoepjes? Ook niet 1 of 2, nee, gelijk 4. En jij, Sam, heb jij wel eens iets thuis gedaan? Ja, al vaak. Wat dan? Oh, dat is lekker. Lekker op straat helpen. Ik had dat een keer. Ik had dat een keer heel slecht en dan ik op het front en had ik stiekem een hele paasas gepakt en heb ik opgegeten helemaal in de dag. Wow. In je eentje? Ja, maar dan was ik dan chocolade drinken. Oh, lekker zeg. En heeft niemand daar gemerkt? Hebben papa en mama niet gezien? Van papa heb ik gezegd, maar dan wist ik papa er niets meer van. Oh, dus papa... Dan had ik stiekem in mijn bed geslapen en had ik op een deken heb ik opgegeten. Oh, lekker zeg. Oh, lekker zeg. En dan had ik ook een broerbak, dan wist papa niet. Oh, slim. Heel slim. Maar doen papa en mama ook wel eens iets wat niet mag? Dan worden ze heel vaak boos op elkaar. Dan wordt mama boos dat papa iets verkeerd doet. Oh, en dan? Dan zegt mama, je stappen! Elke dag in dag moet ik alles opruimen. En jij zit gewoon maar op de bank. Dat is wel wat vaders het liefste doen, hè, op de bank zitten. Ja, mijn vader ook. Ze het liefst naar sport kijken, naar voetbal. Papa een keer pannenkoek op pak en toen had mama die geproefd en toen was die niet lekker. Oh, kon die niet zo goed koken, papa? Nee. Oh, zijn jullie ergens bang voor? Ja. Waarvoor dan? Nachtmerries. Ja, dat is natuurlijk wel heel eng. Heb je wel eens een enge nachtmerrie gehad? Ja. Wat dan? Waar ging die over? Ik hoorde spoken. En wat gebeurde er toen? Nou, toen vond ik het eng. Oké, dat snap ik. Eén keer over heksen gaat. Oh jeetje. Over? Heksen. Heksen? En wat deden die heksen dan? Nou, die wou opeten. En is ook gelukt? Nee. Oh, gelukkig. Papa en mama hadden ik met 20, dan denk ik dat er een krokodil in elkaar gehoord. En heb je hem ook wel eens gezien? Als het donker is. Ik ben bang van spoken. Ik denk gewoon, als er dan ochtend is, dan denk ik dan donkere spoken zijn. Dan ben je allemaal aan de kiezen en dan val ik niet om. En heb je ook wel eens aan papa of mama gevraagd of ze willen wegjagen? Want dan kan je wel weer lekker slapen natuurlijk. Nee. Ja, maar dat is gewoon op een kiertje zetten. Oh, de deur op een kiertje. Oh, nou. Eigenlijk ben ik altijd bang als ik in bed lig, dat er iemand onder mijn bed ligt, een eng iets. Wat voor een eng iets dan? Weet ik niet. Een soort monster? Ja. En hoe ziet het monster eruit? Dat weet ik niet. Maar dan was het echt een spook, dat voel ik. Oeh, en moet papa die niet wegjagen dan, dat spook? Nee, maar papa was het gewoon. Oh. Maar ik wist het er gewoon even niet. Ben jij ergens bang voor, Ruben? Nee. Nergens voor? En jij, Dies, waar ben jij bang voor? Dat er altijd een krokodil onder mijn bed zit. Ja? En ik heb ook een maar nou heb ik veel onder naar die gevoed. Ik kan daar heel veel onder mijn bed zitten, want ik heb een hoofdwrapper. Oeh, dan past er wel een stapeltje krokodil onder. Nee, hier zit hier iemand onder. Zijn jullie verliefd? Op je mama? Op je mama. Ah, waarom ben je verliefd op je mama? Wat is er zo leuk aan jouw mama? Want hij doet ook netjes. Oh, hij doet netjes? Ah, en dat vind je fijn? Dat snap ik wel. Maar jij bent wel verliefd? Ja. Op wie? Op Jort. En is dat een leuk meisje? Ja. Ja? Ja. En hebben jullie ook verkering? Ja. Echt?
Heb je ook al wel eens gekust? Nee. Oh, dan niet. Ik doe niet met corona. Ik ben verliefd op Abel, mijn klasgenoot. Oh, Abel is ook wel een hele leuke naam. En wat is er zo leuk dan aan Abel? Ik doe mij altijd kistjes en hij maakt soms tekeningen voor mij. En die geeft zij dan allemaal tegelijk aan mij. Oh, dat is heel lief. En heb je ook wel eens een keer een kusje teruggegeven? Ja, en dan heb ik zelf een tekening voor hem gemaakt. Oh, wat lief. Of Sam, een klas. Echt waar, is hij een knappe jongen? Ja, en wat is er zo leuk aan Sven? Sven. Doet iedereen soms zwaan? Je moet dat ook echt vragen. Hij doet soms met Sam delen en Sam met mij spelen. Ja, maar hij doet soms vervelend. Maar Lotte, heb je ook al wel eens met hem gekust dan? Weet ik niet meer. Echt wel. Je moet dat wel echt vragen. Heb je dat gezien? Nee. Jij kijkt ook op jou, ja, maar ik ben niet op hem geweest. Hebben jullie nog nooit met iemand uit je klas gekust? Nee. Dat mogen wij niet doen. Want... Hoezo niet? Waarom mag dat niet? Nee, maar ook niet buiten. Dat is toch juist heel lief? Ja, maar binnen mag ik dat niet doen. Oh, maar dan doe je het buiten, op schoolplein. Wij mogen het niet. We hebben geen bomen. Oh, je wil het bij een boom doen? Ja, maar we hebben geen bomen. Oh ja, dat maakt het wel lastig. Jullie laten mama worden. Ja, ik wil wel mama worden, alleen ik wil eigenlijk niet dat er dan een baby uit je buik komt. Want toen ik uit mama's buik werd gehaald, toen was mama's buik opengesneden. En moest ik eerst omgedraaid worden. Oh, lag jij verkeerd? Ja. En weet jij eigenlijk ook, meisje, hoe jij dan in mama's buik bent gekomen? Hoe komen die baby's nou in mama's buik? Hoe weet zij dat? Dat heeft mijn mama verteld. Nou, vertel. Goedemorgen. Tja, hoe komen die baby's nu in de buik? Daar geven de wevers maar al te graag antwoord op. Ook gaan we kijken of ze in staat zijn om van een heerlijke bak snoepjes af te blijven. Of dat lukt? Zie je zo meteen. Hallo, welkom vanavond bij Tussen Kunst en Kitsch. Meneer L. Ammertjes, welkom. U heeft iets moois meegenomen, zie ik al? Ik heb iets heel, heel moois meegenomen. Ik kwam het op zolder tegen. En het is, ik denk, van mijn overgrootopa geweest. Oh, dat is wel oud. Dat is wel bijzonder. Die ziet het al bijzonder. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Nou, zullen wij het eerst even openmaken? Kijken wat erin zit. Oh, nou, dit is wel bijzonder volgens mij. Ja, nou, niet alleen het doosje is natuurlijk heel bijzonder. Ik zie dat het handwerk is. Het heeft zelfs een beetje geschiedenis met zich meegebracht. Dat je kunt zien. Ja. De handschil is wel een beetje versleten. Dat is wel een beetje in de waarde wat niet. Misschien heb ik er wat te vaak over geaaid. Ik denk niet dat hier een geest uitkomt als je erover wrijft. Maar zullen we even kijken wat er verder nog in zit. Naast het hele felle licht wat eruit komt. Waar ik mij niet voor kan verklaren waar het vandaan komt. Hè? Misschien uit de vijfde dimensie. Zie ik nog wat unieke voorwerpen hierin in voorkomen. Ja. Bijvoorbeeld deze hele unieke... heel voorzichtig maar zijn. Zijn er daar veel van? Als ik zo inschat, zijn er nog maar eentje. Is de eerste die ik zie? Er zijn er nog twee van. Die begraven. Door drie. Ja, dit is echt een oneindige doos dit. Vier zijn er nog van. Dus terwijl ik hem eerst eigenlijk op waarde schatte ongeveer op €1000. Nu gedeeld door vier. Dus €250 per stuk kun je daar nog over krijgen. Ja. En hier een heel speciaal boekje, zie ik. Het verkennersboekje. Als je het hier kunt zien. Ik denk, als we even gaan kijken... Was uw opa Nico van Oosterhout?
Nee. Ik zie ook wel dat hij maar 2 van de 6 jaarzegels heeft verzameld. Dus echt een hele goede verkenner was het niet, denk ik. Helaas. Verkenners, hè? Dat was vroeger helemaal anders, zeker. Ja. Nee, wel de wet en belofte allemaal netjes, hoor. Hij heeft wel netjes bijgehouden. Maar, rotzooi. Waardeloos. Jammer, maar deze heeft u in ieder geval mooi meegenomen. Ja, zullen we na de reclame verder kijken in het doosje? Absoluut. Ja, dus kijk straks nog eens verder. Oh, dat kampvuur, dat ruikt altijd zo lekker. Ik zou willen dat ze daar een luchtje van hadden, dat ik dat heel de dag kon ruiken. Heerlijk. Oh, wat ruik ik hier? Het lijkt wel kampvuur. Heeft er iemand een kampvuur aan? Nee, dat ben ik. Ik heb een nieuw luchtje van Douglas. Dat heet Ode Kampvuur. Zo ruik ik heel de dag naar kampvuur. Oh, lekker. Nieuw van Douglas. Ode Kampvuur. Het luchtje waarbij je heel de dag naar kampvuur ruikt. De scoutingmannen kun je niet meer van jezelf afslaan. Nu 100 ml voor maar €9,99. Douglas, your partner in beauty. Chef Zoe, chef Lichten, chef Mies, chef Lip, chef Eske, chef Renske, chef Isabella, chef Elsa, chef Nico, chef Genoveva, chef Saar, chef Lara, chef Julia, chef Lin, chef Tessrein, chef Tessel, chef Lin, chef Lin, chef Marin, chef Lady, chef Johundra. Dames, welkom bij deze kookshow. Ik ben chef Johundra. We gaan vandaag eens even lekkere cupcakes maken. Maar om de cupcakes te maken, moeten we wel even netjes onze haren vast doen. Dus iedereen die lange haren heeft, pak een stuk duct tape, bind hem lekker vast. Nou, dan gaan we gewoon fantastisch doen. Degene die dat niet kan, dan gaan we toch even lekker mutsen maken. Dat is een echte chefkok. Ja, gaan we doen. Ik vind het helemaal fantastisch. En mooi versierd ook. Maar waarom hebben jullie eigenlijk een koksmuts op? Weten jullie dat? We gaan het wel koken. En waarom is de koksmuts dan nodig? Anders komen er haren in vliegen. Ah, dat is slim. En doen jullie mutsjes even optillen? Zit er nu toevallig een muisje onder gestopt? Nee, geen muis van Ratatouille. Nou, dat is hartstikke fijn. Dan kunnen jullie daar gaan bakken, meiden. Succes! Toppie. Nou dames, we hebben al een lekkere mutsen gemaakt. Ziet er allemaal fantastisch uit. Zet je muts op! Zet je muts op! We gaan niet koken zonder dat we geen muts op hebben. Godverdorie. Goed. Dames, we hebben nou allemaal de ingrediënten binnengekregen om fantastische cupcakes te maken. Ze zijn zojuist uit de oven gekomen. Zie daar onze fantastische assistenten. Zie je al hard aan het werk. Dus jullie zien eigenlijk allemaal van die kleurtjes op jullie bordjes liggen.
Mogen jullie nou allemaal de cupcakes die uit de oven zijn gekomen? Allemaal mooi lekker versieren. Wat voor cupcake kan jij vandaag maken? Ik zie iets met blauw. Ga je een smurfen cupcake maken of een... Dat weet ik niet. Dat zien we dadelijk als we mogen gaan proeven. Oké, dan wachten we nog even af. Chef Lin, wat is jouw geheim? Ik ga eerst van deze dingen opdoen. Dan krijg ik een keer overheen. En dan doe ik een marshmallow eroverheen. Ja, dan word ik deze dingen. Oh, gezellig. Hallo, ben jij klaar om jouw cupcake aan de jury te laten zien? Ja. Ja? Nou, ik ga even inzoomen op jouw cupcake. Vertel, wil je er nog iets over vertellen? Het is een beetje tulpachtig. Tulpachtig? En dan is de onderkant een beetje alle tulpen en dan daarboven zijn het er gewoon een paar aparte tulpen. Oké, dus je hebt eigenlijk een voorjaarscupcake gemaakt. Ja. Super tof. Hallo, chef Michten. Hi. Hi. Wat voor cupcake heb jij gemaakt? Een konijn. Een konijn. Dat was mijn favoriet dier. Echt? Ja. Nice, ziet er goed uit. Hey, chef Elsa. Hoe vies zijn jouw vingers na het bakken? Laat ze zien. Oh nee, jij bent een echte chefkok, dat zie ik al wel. En vertel, wat voor cupcake heb jij gemaakt? De rommelmarkt. De rommelmarkt. De rommelmarkt. En vertel, waar komt die inspiratie van de rommelmarkt vandaan? Verklaar hem eens. Weet ik niet. Je cupcake. Ja. Zou jij willen omschrijven wat voor cupcake jij hebt gemaakt? Een zeemermin cupcake. Hij is hartstikke mooi. En wat voor cijfer zou je hem geven? Een 10. Ja, hij ziet er ook wel heel lekker uit hoor. Hey Mies. Hoi. Hoi. Hallo. Dit is mijn cupcake kat met een maskertje. Wauw, super mooi. Echte creaties dit. En een cijfer, kun je die eraan geven? Deze cupcake die past er eigenlijk niet op. Hij is iets te groot. Hey chef, past jouw cupcake nog wel op het bordje? Ja. Ja? Wil jij daar iets over vertellen?
over deze mega cupcake? Ja. Nou, vertel. Mega. Hij is mega, hè? Dat zien wij ook inderdaad. Hallo, chef. Jouw cupcake is ook klaar, klopt dat? Ja. Ja? En wat heb jij gemaakt voor cupcake? Smurf. Een smurfen cupcake? Eigenlijk een Sonic cupcake. Ik heb een hele... Ja. Leuk, hij ziet er lekker uit. Wat voor cijfer zou je aan jouw cupcake geven? Een 10. Een 10. Weet jij eigenlijk ook, meisje, hoe jij dan in mama's buik bent gekomen? Welkom terug. Net zagen we dat de bevers niet bang zijn om antwoord te geven op onze vragen. Wat zullen ze antwoorden op die ene vraag over baby's? Willen jullie later papa of mama worden? Ik wil gewoon papa worden. Oké, okay, dat lijkt me ook wel een jouw... papa. Ik wil mama. Nou, en willen jullie later ook kinderen? Nee! Ze hebben geen meisje, Pieper. Ja, maar jullie vaders hebben toch ook allemaal kinderen, want dat zijn jullie. Nee, ja? Ik wil kinderen. Jalena wil wel kinderen. Hoeveel kinderen wil jij later? 10. En hoeveel kinderen wil jij krijgen later? 25. Poeh, dat zijn er veel, dat is een hele klas vol, hè? En ik word ook papa en ik had 6 kindjes gewild. Poeh, dat zijn er veel, hè? Dan moet je heel veel eten koken s'avonds. Ja, maar nakkie dan komen nog wat uit, nog wat, nog wat, nog wat, nog wat en nog wat. Maar dan als ik dan een baby wil krijgen, wil ik wel met een vrouw trouwens, zodat ze dat die dan kinderen gaan krijgen. Of ik wil gewoon alleen wonen. Ik denk eerder alleen. Alleen wonen, dat is wel lekker rustig, hè? Ja, ja. En dan heb je heel veel kamers van Ja. Ja. Ik kan ze elke dag zijn. En Ise, jij wilde wel ook baby's krijgen, toch? Hoeveel kinderen wil je dan krijgen? Niet 18. Oh, 18. Dat 17 zo... dan? Nee. Oh. Ik wil niet zoveel. Hoeveel misschien dan? Misschien wel 3. Want er zitten 3 letters in je naam. En mijn moeder had ook dikke kinderen. Oh. En jij, Ruben, wil jij later kinderen krijgen? Niet. Ruben, weet jij wel waar kinderen vandaan komen? Hoe ze in mama's buik komen? Ook niet. Nee. Hugo, weet jij dat? Nee. En jij, Pepijn? Ja, ik weet dat wel, maar ik kan het niet uitleggen. Ze zoeken wagen. Bij mijn wagen is een wagentje en dan groeten ze tot kik. Dat doet God. God? Oh. En hoe zorgt hij daar dan voor? Dat is jij. Dat is heel rond, hè? Vertel, Sam, want ik weet het niet. Nee, die buik kan open, dan stop je die baby dan in. Ja. De buik open snijden en de baby erin stoppen. Klopt dat, Sam? Nee. Hoe dan? Ja, vertel, Ruben. Ruben. Groeien. Groeien, ja, ze groeien in mama's buik. Maar hoe komen ze dan in mama's buik? Weet ik niet. Ik weet het wel. Nou, vertel. Door de vader. Door de vader. En wat doet de vader dan? Okay. Ja. En hoe komt dan dat het zaadje in mama's buik komt? Hoe weet zij dat? Dat mama vertelt. Oh. En bepaalt God dan ook of het een jongetje of een meisje is? Ja. Oh. En hoeveel kinderen je krijgt ook? Zo, dan heeft hij wel misschien veel. Misschien krijg je wel 10. Ja, als God dat wil. Of 29. Zaadje. En hoe komt dat zaadje dan in de buik? Dan moet je de buik opsnijden en hem erin stoppen. En dan gaat er een baby groeien? Ja, dan gaat er een slakje in. Mm-hmm. En dan gaat het zaadje eruit. Oh, dat is wel heel slim, ja. Mm-hmm. Oh, dus dan snijden we de buik open, dan doen we het zaadje erin, maken we de buik weer dicht. Roosmarijn! Ja, mijn thee ja, is op. Ja, mijn thee is op. Dus wij gaan even thee halen. Ja. Jullie moeten even blijven zitten. Maar deze zetten we alvast klaar, zodat jullie die dadelijk kunnen pakken als we terugkomen. Want als we terugkomen, dan zijn we klaar en dan krijgen jullie een snoepje om te bedanken. Ja. Yay! Dus, kijk er alvast goed naar. Ja. Maar Roosmarijn, ik zou het wel heel moeilijk vinden om vanaf te blijven, maar ik hoop dat het gaat lukken. Ik zou misschien wel, ja, stiekem eentje. Ja, jij vindt altijd die lekker, toch? Ja. Maar ja, ik ga eerst... Wij gaan even thee halen. Nee, iedereen kan zitten, ik let erop. Ik hou erop. Ik hou van. Zo. Dat is mijn derde snoepje. Dit is mijn tweede snoepje. Dit is waar.
Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer! Breaking news, er zijn tijdreizigers gespot op het terrein. Bronnen geven aan dat het misschien wikkingen kunnen zijn. We verzamelen allerlei soorten spullen en we weten niet wat ze aan het doen zijn. Meer details later. Wat zou het dan zijn? Ja. Hallo. Wij zijn hier bij Scouting Jan de Rooy in Sprangkapelle. En we hebben weer een nieuwe sport uitgevonden. Namelijk Freefoot Turner. En ze denken dat we een beetje sport wordt. En ze zijn aan het oefenen. Kom je mee kijken? Freefoot Turnen is een sport waarbij meerdere sporten bij elkaar komen.
freerunners rennen op spectaculaire wijze van de ene naar het andere obstakel. Voetballers moeten zien te scoren en de turners gebruiken lenigheid om het veld te doorkruisen. En het allemaal terwijl de nerfschieters hem proberen af te schieten. Het speelveld bevindt zich tussen de gidsen en welpenmast. Het veld zelf ziet er elke keer anders uit, omdat de deelnemers namelijk hun eigen obstakels bouwen voorafgaand aan de wedstrijd. En hierbij wordt gebruik gemaakt van tonnen, pallets en camouflagenetten. Het doel van Free Food Turn Nerf is om zoveel mogelijk punten te scoren. Het team met de meeste punten wint. Freerunners scoren een punt door een ronde van obstakels te volbrengen zonder geraakt te worden. Voetballers krijgen een punt door te scoren en turners ontvangen punten door de moeilijkheidsgraad van de compleet uitgevoerde oefeningen in het veld. De nerfschieters krijgen een punt voor elke geraakte freefoot turner. En voorafgaand aan de wedstrijd mogen alle teams het veld bekijken en uitproberen. Kijk maar even hoe de freerunners dit aanpakken. De juiste positie om te scoren wordt getraind. Turnoefeningen worden nog even goed doorgenomen. Ook bij de nerfschieters wordt de tactiek besproken. Ja, verspreiden! En dan is het tijd voor Free Food Turn Nerf. Scouting Jan de Rooij. De volgende keer gaan we op ontdekking naar de oorsprong van de Britse Bulldog. Tot de volgende keer bij Zelfsport. Thank you.
website om te lekken naar de media. Welkom bij Man bij het Hond. Man bij het Hond geeft mensen vandaag ook de kans om anoniem de klok te luiden. Ik wil graag de noodklok luiden. Ik sta hier heel anoniem vanuit het bestuur. Ja, wij doen zo ons best om het hier allemaal duidelijk te maken. Alle coronaregels. Ouders moeten hieruit toch op kunnen maken waar welke kant ze op moeten. Links, rechts, ja, ik krijg er helemaal het heen en weer van. Ik luid de noodklok over de wantoestanden bij de scouting. Mevrouw, begint u handen links, te ontsmetten. Rechts, handen ontsmetten. Das links, das links, rechts, rood, wit, blauw. Ik weet het allemaal niet meer. Wantoestanden, de noodklok. Handen ontsmetten. Heerlijk. Zaterdag geen kinderen, geen kampvuur, geen overlast van auto's, fietsers hier op straat. Heerlijk. Nu met corona echt zo rustig is. Ja, ik mis het toch wel een beetje. Ja, ik wil graag even de noodklok luiden. Ben je vrijwilliger, wil je gewoon een simpel bakje koffie, hè? Gewoon niks te veel gevraagd, een bakje koffie. En dan is er geen koffie te vinden. Ja, in een afgesloten kast. Maar degene die de sleutel heeft van de kast, die is er niet op zaterdag. Hè? Dus ook geen sleutel. En geen koffie. Daarom luid ik de noodklok. Ik luid geen klok, want dat doen wij bij Jan de Rooij niet. Niet nu. Niet in coronasituaties, niet als ouders klagen, niet als de koffieautomaat leeg is. Zo zijn wij gewoon niet. Klokkenluider, dat doen ze ergens anders. Dus ga maar naar de AZG of naar de MLK. Maar ik luid de klok niet. Welkom vandaag bij een nieuwe aflevering van Dirty Jobs. Ook bij scouting hebben wij onze verplichtingen. Dames en heren, ik ga vanavond Maxima schilderen, een prachtige vrouw van Nederland. Zoals jullie gezien heb ik alvast een voorproefje gemaakt. We gaan nou groen gebruiken, mooi lekker, mooie bewegingen. Ik ga een beetje meegaan. Goed contourtjes meebewegen en laat het printje op de kerst. De kunstwerk van vanavond. Safa.
breaking nieuws. Er zijn vliegende kleine gasten gespot op het terrein. We weten niet wat we moeten doen. Het thuis volgen later.
Welkom bij Kamp van Koningsbrugge. In deze aflevering gaan we kijken of dat de leiding van Scouting Jan de Rooij capabel genoeg is om deze training te doorstaan. Helaas, het was weer een teleurstellende dag vandaag. We weten in ieder geval nu wel dat onze leiding van Scouting Jan de Rooij oncapabel is om de test te doorstaan. Zijn jullie allemaal nog getrouwen? Maar zal er één verrader gekozen gaan worden? De verrader is gekozen in het bijzijn van alle andere gidsen. Kunnen ze haar ontmaskeren? Dan tel ik af van 3 naar 1. En na 1 mogen jullie de ogen openen. En is er een verrader in jullie? 3, 2, 1. Oké, er is dus een verrader in jullie midden. Die heeft een dubbele agenda. Zometeen gaan we een activiteit doen. En we hebben jullie geld kunnen verdienen. En dan is het de bedoeling dat de verrader
dat tegenhoudt. Bij deze activiteit valt er veel geld te verdienen. In totaal 2000 euro. Dat is heel veel. Het enige wat jullie daarvoor hoeven doen, is deze koffer te openen. Dan zou je denken, hij is al open. Inderdaad, hij is nu al open. Want ik laat even zien wat erin zit. In deze koffer zit zometeen 1500 euro en een telefoon. Het is namelijk de bedoeling dat jullie de code van deze koffer gaan kraken. Daarnaast hebben jullie ook een telefoonnummer nodig van de telefoon die hierin zit. Hebben jullie het telefoonnummer goed? Want als we hem bellen en we horen hem overgaan, verdienen jullie al 500 euro. Hebben jullie daarnaast ook nog de code van de koffer goed? Komt er 1500 euro bij. Succes! De gidsen zullen verschillende opdrachten moeten volbrengen om de code van de koffer te kunnen kraken. Elke opdracht levert een cijfer op die correspondeert met een envelop. Die envelop valt af en zo blijven er 3 enveloppen over met, als het goed is, de juiste code van de koffer. Dat is een I. De opdrachten bestaan uit geheimschrift ontrafelen. Daarna een vierkant. Wacht, heel even geduld. Wij moeten ook even nadenken. Dat wordt moeilijk. En dan is de bovenste streep en de linkerstreep weg. Dus en dan een L. Dat. Dat zei ik. Balloncombinaties vergelijken. Oh, we hebben 2. Natuurlijk. Wel, dat is rood. Is er, gaat er niet gewoon over de combinatie ballonnen of ben ik nou weer meteen niet zeg? De combinatie ballonnen is Morsecode. Wie schrijft de letters lang? Kort. Lang, kort. Lang, kort. Hier, Z. Oké. Wat was dat? Ik zag het niet, de tweede. De tweede was hier, wacht. Was het? Kort. Lang. T, maar daarvoor moet er nog eentje komen. Was dan die kort lang? Jawel, dat was dan A. Nee, dat was lang kort. Oh. Dan moet ik lang. En dat was toch al een. Ja, dat is weer een E. Dat is weer een E. Een woordzoeker. Ja, en recepten afmaken. Oké, dan staat er 100 gram puntje. Dus waar heb je 100 gram voor nodig? 100 gram amandelspijs. Amandelen. Amandelspijs. Ja, dus dan moeten we dat onthouden. Ja. Onthouden? Wacht, pas dat. Wat was het? Amandelen. En dan dit nee, het is toch een amandelspijs. Het telefoonnummer is te vinden door liedjes te raden. 1 gids speelt het nummer uit en de rest van de groep zal het goed moeten raden. De pingwing dans, I don't know. Nee, ik weet het niet meer. Jongens, wat zien jullie als groen en licht? Stop. Team Flight. Top. Nee. 20! 10.000 lucht! Ja! Jij zit op dansen, ik kan niet dansen en ik ken je niet nummer. Ik luister nooit muziek. Emma, deze voor jou. Links, rechts, links. Nee, ik zie ze links. Ja, dat kan ook. Ja, we weten het al. Echt? Links, rechts. Ja! Zijn ze op tijd klaar met de opdracht? Mogen ze door naar de bonusopdracht? Door de rode draad te volgen vinden ze een letter-cijfercombinatie. Dit correspondeert met een vakje. Door de juiste vakjes aan te kruisen vinden ze de laatste envelop voor de code van de koffer. En dit alles terwijl de verrader de boel zal saboteren. Ja, ik ben een nieuwe prijs. Het is niet zo.
waar komt mag deze uit? Mag ik dat even? Oh. Dat is deze. Want je kan er natuurlijk niks in zeggen. Deze komt uit bij twee. Die hadden we. Ik heb koffie voor de week over. Nee. Hier. Heb je? Waar? Hier. Boven. Ja, ik weet niet, wat moet ik dan is deze. Ja, maar die hebben ze toch. Kijk, dus dat is heel bezig. Ja. Oh. Nou, bij mij zit het in de krant te doen. Ja. En ik denk, wat is dit nou ineens? Het is... Ja. Drie. Welke cijfers zijn we begonnen? 3H. We moeten D nog. We gaan kaart. Ja, dat is 1. Hebben we A al? Ja, die hebben we al. En B? Ja, even kijken. Ik ben het alweer kwijt. K voor K. B heeft twee touwtjes. Ja, maar we hebben nog niet alles bij. Ja, maar alle touwtjes. Er zijn meerdere touwtjes. We hebben volgens mij 4 touwtjes of 5 bij B. Ik heb zeer goed zeg voor mijn vriendin. Dat is zo. Dan komt hij hier naar buiten. Want hier is hier. En hier en dan eindigt hij rechts bij 3. Nee, dat is bij 2. Wie toch? Twee. Het is dit lijntje. Echt? Ja, maar het is die daar. Twee. Twee, het is 3. Oké, hij gaat langs. 3 naar 2. De opdrachten zijn gespeeld. Zal het telefoonnummer kloppen? Dan is het nu tijd om de juiste enveloppen te vinden. Ja, is goed, maar... Ik heb geen idee wat ik hier nee. doe. Oké, welke cijfers heb je gevonden? 24. Ja. Oké. Okay. 146. Ja, want er zat er 6 bij. Ja, bij Jan. Ja, we pakken 146. Ik voel het wel. 145. In deze 3 enveloppen zitten 3 cijfers. De volgorde van de code is van laag naar hoog. Dus envelop 15 zou het eerste cijfer moeten bevatten. Tweede, derde cijfer. En als jullie het goed hebben, kan deze koffer open. Yes. 8. We hebben 8. Yes. 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 10. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat de verrader waarschijnlijk goed haar best gedaan heeft. De code is niet gekraakt, dus geen geld in de pot. Maar wie wordt er eigenlijk verdacht? Ik vind Lotte heel verdacht, want die was vergeten een score om te schrijven terwijl ze hem wel hadden. En Rosa vind ik verdacht, want toen wij klaar waren met het spel, vergat ze gewoon dat we de bonusopdracht moesten doen. Ze lieten alleen mij en Lotte achter, terwijl ze weten dat wij niet zo heel slim zijn. En ze gingen gewoon gelijk weg, dus misschien is het Eva, Jultje of Pleun. Nova die was deed het bij dat touwtje daar, was deed het voor me aan het staan en ze was deed het aan het proberen een soort van een touwtje uit mijn handen te krijgen. En Lotte die was deed het aan het proberen dat ik een ander touwtje vast ging pakken of zo. Ik verdenk Filijne. Kijk, ze doet allemaal zo heel lacherig en zo en dat doet ze normaal nooit. Kunnen de gidsen antwoord geven op die ene vraag? Wie is de verrader? Dat ziet u zo meteen. Breaking news, breaking news. Ik heb zojuist vernomen dat de frietent misschien failliet kan gaan. Er zijn zojuist te weinig bestellingen gedaan door de leiding op friet. De frietent weet echt niet wat ze moeten doen. Paniek!
recessie heen. Oh, ik haat het. Hoe kan ik haar terugvinden? Ah, een kroontje. Ze is hier geweest. Oh nee, er lopen hier allemaal slechterik rond. Maar ik ken hier een goede vriend van mij. Ik ga hem zoeken en misschien dat hij weet waar mijn prinses is. Oh, ik moet oppassen. Yo man! Hey Brambo, kan ik je helpen jongen? Ja natuurlijk, mijn prinses is weg. Iemand heeft hem meegenomen. Ik heb alleen de kroontje als bewijs. Ik weet waar je prinses is. Ik ben je gids. Goed, kom maar, kom maar. Ja. Kom, kom, kom. Ik heb nog een wapen nog. En daar is een wapendepot. Maar er staan alleen twee mensen voor. Ja, er staan twee mensen voor. Oké, okay, jij gaat links, ik ga rechts. Oké, okay, ja, ja, ja. Lekker, dit is een jackpot. Ja, wacht, kom goed. Kom mee. Jongens, we kunnen weer verder. Ja, kom van boven. Gaan. Nee, ons bro, nee! Dit ga ik je betaald zetten! Meisje, hier ben ik! Ik heb je troon! Ik zei nog niet om mij te gaan! De Babbelbox is neergestreken in het pittoreske Sprangkapelle. Het prachtige lintdorp is te vinden onder de rook van Waalwijk. Naast een zwembad en een bruisend dorphart heeft het ook een heuse scoutinggroep, genoemd naar de plaatselijke verzetsheld Jan de Rooij. De groep is opgericht in 1947. In 2022 bestaat de groep 75 jaar. Dat moet gevierd worden. De Babbelbox voelt zich feestelijk en vraagt: wie is uw superheld? Mijn superheld is elke dag een andere, namelijk de eerste kop koffie in de ochtend. Die zorgt ervoor dat ik weer door kan. Mijn mama. Omdat ze gewoon zo lief is. Jochem. Omdat het een goede vriend is. Hij helpt als je bent gevallen. Of als je in het slot ligt. Spider-Man, kan spinnenwebben. Vanmorgen toen ik mijn sokken aantrok, toen voelde ik me echt een enorme held. Op sokken.
filijnen, want ze doet niet zoveel. En dat woordpuzzel, ze wist het opeens niet meer en ze zag ook niks. En toen ging ze ook niet meer helpen en zo. Ik vond Lotte heel erg verdacht. En ik en Emma hebben het daarover gehad, want ze was even code. Was ze vergeten op te schrijven en dat vonden we heel erg verdacht. Ik vond Lotte van Loon verdacht. Want toen Gieske zei, de verrader heeft goed zijn best gedaan, ging zij lachen. Nou, Lotte, dan waren we hier zo bezig met de opdracht. En Lotte die was met papiertje en die moest dan de antwoorden opschrijven. En toen ik en Pleun vertelden dan het antwoord en toen had ze drie dingen of niet gehoord of gewoon expres niet opgeschreven. Het groepje vond mij verdacht en dat vond ik verdacht. Tijd om te verbannen. Wordt er een getrouwe weggestemd? Of is het de gidsen gelukt om de verrader te ontmaskeren? Ik stem op Lotte van Loon. Ik stem ook op Lotte van Loon. Ik verban ook Lotte van der Loon. Ik verban Lotte L. Ik verban Lotte L. Ik verban filijnen. Ik verban ook filijnen. Ik verban ook filijnen. Ik verban Lotte W. Ik verban ook Lotte W. Ik verban Lotte van Loon. Ik verban Lotte van Loon. Ik verband Lotte van Loon. Ik verband Eva. Jullie hebben gekozen Lotte van Loon. Jij mag hier komen staan. En jij mag ons vertellen, was jij een verrader of een trouwer? Ik ben een getrouwer. Een van deze gidsen is de verrader. Maar wie? Ik ben de verrader.